Ik ben Marino, ik ben 31 jaar oud en ik woon in Almelo. Wij zijn hier vandaag met een wandelgroep die ik een maand of drie geleden heb opgezet. Met als doel om mensen te motiveren om in beweging te komen. En waarom wilt u mensen motiveren om in beweging te komen? Nou, dat zal ik vertellen. Ik heb 9 maanden geleden had ik zeer ernstig overgewicht. Zodanig overgewicht dat mijn gezondheid er heel erg onder aan het lijden was. Op latere leeftijd is dat overgewicht overgeslagen in een eetverslaving. Door deze eetverslaving probeer je constant bepaalde emoties te onderdrukken. Zodanig dat ik een hoge bloeddruk had, een hoge cholesterol en suikerziekte heb ontwikkeld. En met dit ben ik naar de huisarts toe gegaan in Almelo. En ik kwam daar in die kamer en het eerste wat de huisarts zei, meneer Verstiphout, het is 1/12, u moet er nu wat aan gaan doen. Hij opperde ook op een maagverkleining. Met deze woorden ben ik toen naar huis gegaan. En eenmaal thuis aangekomen zag ik het verdriet van mijn partner in de ogen. Dat ze ook zei van ik wil je niet kwijt, want ik wist met mijn levensstijl als ik zo doorging dat ik mezelf eigenlijk gewoon, met grof gezegd, gewoon dood aan het eten was. Ik ga er iets aan doen. Ik ben die dag daarna heb ik mijn schoenen aangetrokken, ik heb een trainingsbroek aangetrokken en ik heb een oude t-shirt aangetrokken. En ik ben in de wijk waar ik woonde gaan wandelen. En waarom dan geen maagverkleining? Ja, ik merk toch wel met een maagverkleining ook wel dat ik ervaring heb dat heel veel mensen die ik ook binnen mijn omgeving zie die dat ook hebben gedaan of mensen die dat ook willen doen, dat er heel veel nadelen aan zitten. En dat er ook gezondheidsrisico's aan kunnen zitten. En ik had echt zoiets van, weet je, ik heb het zelf eraan gegeten. Ik wil ook zelf de verantwoording nemen om het zelf te doen. Waarom dan wandelen? Er zijn natuurlijk heel veel manieren om te sporten. Ja, wandelen is natuurlijk heel laagdrempelig. En ik merk ook voor heel veel mensen is het financieel niet mogelijk om zeg maar een lidmaatschap van de fitness te nemen. En dat is ook de reden dat ik dit heb gedaan. Om die mensen te motiveren, maar ook voor hun iets te kunnen betekenen. Ook voor mensen die het misschien financieel niet kunnen. Die kunnen toch bij mijn wandelgroep aansluiten en hier gewoon lekker sporten en bewegen. En tijdens de wandeling mogen ze natuurlijk uiteraard tips vragen. Ik wil nog even wat kwijt tegen iedereen die dit ook ziet. Of je nou thuis zit en je denkt van, goh, ik heb overgewicht. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik schaam mezelf. Schaam jezelf niet. Je bent zoals je bent en stel voor jezelf een doel. Blijf elke dag in jezelf geloven. Kijk elke dag desnoods in die spiegel en zeg tegen jezelf, ik kan het. Want er is maar één sleutel tot succes en dat is vertrouwen in jezelf. En dat als ik het kan, kunnen jullie het ook. Zet hem op.